Je mag haar een dierenactiviste noemen of misschien wel een konijnenvrouwtje. Maakt haar niks uit. Lisbeth runt al 10 jaar lang belangeloos konijnenopvang Frankie in Eindhoven. In een rijtjeshuis in een buitenwijk runt Lisbeth konijnenopvang Frankie. Zo aan de buitenkant zou je het niet zeggen, maar het is toch echt zo. In de wildernis van Lisbeths achtertuin zitten ruim 40 konijnen en ook nog eens 20 vogels. Die mensen noemen het heel misplaatst vaak een uit de hand gelopen hobby, maar dat is het absoluut niet. Het is echt waarom iemand anders verpleegster wordt of dokter of weet ik veel. Hier ben ik konijnen op gaan vangen. Ze is aan de schouder geopereerd in juni. Dus dan kon ze eigenlijk helemaal niks. Ik stond wel al na 2 dagen hier helemaal met een sling en lukt me wel, weet je wel. Terwijl een ander mens 8 weken lang plat blijft. Ze praat er ook echt tegen en ja, ze zorgt ervoor dat ze rustig worden ook. En soms zit heel hele agressieve konijnen. En als ze dan daarmee mee omgaat en aait en zo en er lief mee omgaat, dan worden ze ook een stuk liever, die konijnen. Lisbeth roeit met de riemen die ze heeft. En dat betekent dat ze soms ook nee moet zeggen tegen iemand die een konijn kwijt wil. Daar heeft ze het dan best wel moeilijk mee. Want af en toe dan hoor ik die verhalen van dat de konijnen over de schutting worden gegooid of dat ze gewoon worden achtergelaten. Op een bepaald moment dacht ik van ja, ik heb er wel last van dat mensen zeggen van nou ja goed, dan doe ik wel wat anders. Nou, dan weet je ook wel wat ze insinueren. Maar dan denk ik, ik doe wat ik kan en meer kan dan niet. Ondanks dat de konijnenopvang bomvol zit, geeft Lisbeth nooit zomaar een konijn aan iemand mee. Alleen als je zelf al een konijntje hebt, kun je bij Lisbeth een maatje voor je eenzame konijn vinden. Zij laat de konijnen dan met elkaar daten, om zo de perfecte match te vinden. Het gaat allemaal maar als die beestjes goed terechtkomen en alles. Dus dat is gewoon dat is haar hele doel, gewoon dat die beesten het goed hebben. Konijn alleen is geen konijn. Het is gewoon de ultieme vreedheid om een konijn alleen te willen houden. Maar het zou jouw werk wel een stuk makkelijker maken. Ja, maar ja, daar ben ik niet op uit, hè. Waar ben je dan op uit? Gewoon om, het is voor hun. Kijk, ik ben er ook niet op uit om die opvang leeg te krijgen. Ik ben er op uit om voor ieder konijn een zo goed mogelijke plek te vinden waarin die nooit meer weg hoeft. Ze vangt echt de beestjes op die aan de kant worden gezet. En als zij die doet, doet niemand het. Lisbeth doet alles voor de konijnen, maar soms is dat niet makkelijk, als je het met weinig moet doen. Echt alles, alles voor de dieren. Maakt verder niet uit of ze zelf nou bij wijze van spreken te eten heeft, als die beesten maar goed hebben. Echt alles ervoor over hebben. Je probeert ieder jaar kie te draaien en met een beetje creatief boekhouden komen we net niet onder die nul uit. Zo. Dus, maar het is moeilijk. Lisbeth is tevreden met hoe het nu gaat, maar toch heeft ze wel een droom. Een serieuze, een professionele ruimte met een klein huisje erbij. Maar dat je er gewoon 100 kan doen als betaalde baan. Met een aantal mensen tegelijk. Waarvan je dus altijd, bij wijze van spreken, 3 betaalde krachten. Zodat je gewoon een vaste staf hebt die het doet. En ja, dat ook echt gewoon professioneel gebeurt. Dus over 10 jaar zien we Lisbeth van konijnenopvang Frankie in een grote opvang waar heel Eindhoven. Ja, met zo'n pakje aan en een kapsel en zo. En dan. Ja, dan ga ik bijna met pensioen, denk ik, als ze dat niet weer uitstellen. Ik ben nu 55, dus. We zijn hier eigenlijk voor nogal een bijzondere reden. Jij bent namelijk genomineerd om Brabander van het jaar te worden. Jij wist dat niet. Oh, liefje. En vanaf 4 december kan er worden gestemd op de kandidaten voor de titel Brabander van het jaar.